Bewoners van de huizen hier achter me op de Kroezelaan in Utrecht vragen zich af waarom moeten onze huizen gesloopt worden. En ik begrijp dat ook niet. Het is een idioot plan van de gemeente om goede betaalbare huizen te slopen terwijl zoveel mensen wachten op een betaalbaar huis. Mijn oproep ook aan de gemeente Utrecht is: laat deze mensen in hun huis wonen. Zorg voor betaalbare huizen. Jaag mensen niet uit goede huizen. Wonen is een recht en geen markt. En dat zou de gemeente Utrecht zich ook moeten aantrekken.